Goedemorgen. Ik ben wakker. Suus is wakker. Vanuit de Walt Disney Studios. Wij komen dus net uit onze laatste keer Rock'n'Roller Coaster. Met pijn in ons hart nemen wij afscheid. Maar aan de andere kant niet alleen maar pijn in ons hart, maar pijn in onze schouders, pijn in onze oren, pijn in onze kaken. Hij is een beetje ruwig en heeft nog de oude Vekoma karren. Dus ja, dit wordt een Ironman attractie. Waar is het? Daar. Dit wordt een Ironman ride coaster. Geen flauw idee, er is concept art van. Zal ik, wacht even, 1, 2. De concept art, alsjeblieft. En dat gaat het worden, dus ik ben daar heel benieuwd naar wat dat gaat zijn. Of ze ook nieuwe karren krijgen, dat zou echt wel lekker zijn. Oh. Maar ja, we begonnen bij Crush's Coaster. Maar die startte niet op. Dat is een beetje een bestaand probleem. Dus je ziet Lightning McQueen. Maar waar hadden we het over? Oh ja, we begonnen bij Crush. En daar stonden we in de rij voordat we überhaupt naar binnen mogen. Die was niet heel lang. Ik denk dat we, als die open had gegaan, maximaal een kwartiertje hadden moeten wachten. Maar ze kregen hem niet opgestart. En Tower daarna. Een van onze favorieten hier. Die gaat pas om 10 uur open. Dus doe jij Ratatouille. Eén keer. Kijken hoe druk het bij Ratatouille is. Pakken we Ratatouille mee. Het is wel een heel leuk, een van de leukste parkgedeeltes ook. Sterft er vandaag van de Engels ook. Ik weet niet waarom. Ik denk dat die open is vandaag. Aangezien het menu buiten staat. Is dat zo? Is afgesloten. Cool. Ja, afgesloten. Wij moeten de lange weg omlopen. Dat is mooi, want ik heb mijn visie. Het schijnt dus dat de tower inmiddels klaar is. Tenminste, klaar. Hetgene wat ze verbouwd hebben, dat klaar is. Maar dat ze de doeken er even op laten zitten tot nalezen zelfs ervoor. Dat is ook dit weekend nog. Want wanneer loopt het eigenlijk? Volgende maand, geloof ik, hè? Om nog wel even door. Tot 1 maart volgens mij. Dat is een van de laatste weekenden. Dit weekend dan. 13 maart. Nou, in ieder geval, we zijn er nog in een van de laatste weekenden. Ja, van Legends of the Force. Dat was een van de redenen. En Phantom Manor die nog niet open is. Maar goed. Dat is een ander verhaal. Maar dit is het voordeel van Extra Magic Time. Je moet er even vroeg je nest vooruit. Ja, dat is moeilijk. Nee, we waren eigenlijk heel de nacht wakker. Jij niet, ik wel. Nou, ik heb ook wel redelijk vaak wakker liggen. Van mijn eigen gesnurk. Nou, dat viel me wel mee. Oh. Het waren gewoon echte bedden. Dat dus. Maar we gaan even voor een kleine stop. Zo. Ook weer gebeurd. Zit Angela Lansbury ook in de Mary Poppins? Ja. En wat is Angela Lansbury in Mary Poppins? Einde. En wat is ze daar dan? Ik heb niet meer. Oh, een goede film ook geweest dan. Ah, oh, van Angela Lansbury. Deze liedjes zingen van Belle en Beest. Chewie. Disney Junior Live on Stage, kennelijk ook weer terug. Compleet gemist dat hij überhaupt zat. Ja, de tower is open, mooi. Toch maar opengegooid voor de lieve Lee.
Hey, ook dat is hier, zeg maar zeggen. Waar komen hun nou weer vandaan? Nu liep je vol. Oh, je moest naar de wc. Maar ook dat is hier standaard. Voor de ingang verzamelen. Dusdanig dat niemand anders er langs kan. Dat is mens eigen. Dat is heel leuk. Leuk gewoon blijven staan. Ja? Oh. Kijk. Nou gaat er een gerucht, hardnekkig gerucht, het wordt meerdere keren ontkend. Dat ook dit de Guardians of the Galaxy gaat worden. We gaan hem in augustus gaan we hem zelf zien. In Californië. Maar tot nu toe genieten we nog even van deze incarnatie van de tower. Op dit moment zijn er dus 4 variaties die alle 4 verschillend zijn. Dit was in Californië was ook deze exact zo te vinden. Nu niet meer. Dat is nu Mission Breakout geworden. Ik zou ook boos kijken zo goed op de ochtend. Ja. Van de kou denk ik. Thank you. In de boiler room van de tower, mijn favoriete attractie, nog wel hier. Eén van mijn favoriete puntjes, het is jammer dat we nu beneden staan, maar daarboven daar zit een gekrijte deur. Achter die gekrijte deur zit een meisje vast. Mega creepy, want ze jammert dus om haar ouders. Een beetje à la Moaning Myrtle, maar dan eng. Ik kan het net niet zien, maar het is net daarachter onder de plateau zitten. Maar je hoort er dus door heel de boiler room hoor je er heen. Huilend voor de moeder. Klem in een andere dimensie achter een gekrijte deur. Een van de vele Twilight Zone references die in de boiler room te vinden zijn. En niet alleen de boiler room trouwens, overal. In de wachtrij, buiten, beneden in de lobby. En dadelijk ook in het winkeltje. Ja, dat was de tower. Waarschijnlijk een van de leukste ervaringen die we nu toe gehad hadden. We werden wat opgehouden door, ik denk de andere lift. Ik heb geen idee, want we moesten wat langer blijven staan. En de castmember die in eerste instantie bij de poort stond, Cedric, die was nu samen met een vrouwelijke collega bij de lift. En ik mocht niet lachen, wat alleen maar meer aanzetten om te lachen. Daardoor kreeg ik de slappe lach. Precies, de slappe lach. Heel verhaal over dat we vanavond pudding krijgen.
Met rozijntjes. Maar geen slagroom. Slagroom absoluut niet. En ja, dus het was wel, was wel humor. En ja, dat was het dus eigenlijk. Dus, nee, toen we eruit kwamen stond hij ook heel droog te wachten. Ja, met zijn klapper stond hij notities te maken van iets. Ik denk echt voor mij in ieder geval best ervaring ooit hier in de tower. In deze wel, ja. Ja dat, in deze dan? Ja. Dus we gaan nu even kijken bij Ratatouille, of die niet heel druk is. En anders pakken we die single rider. Dat was eigenlijk de planning. Om hier tot de lunch te blijven. Maar als we Ratatouille gedaan hebben, hebben we eigenlijk alles wat open is, hebben we gedaan. Al. Dus we gaan het wel zien. Ik ga niet zeggen, ik ben erg benieuwd. Fuck it. Vraag me af of dingen nog open gaat. Strakjes. Crush. Precies, lopen we straks langs. Dan nu voor Ratatouille. Het wachten voor de animagiek theater. 12 uur begint de show, dus nu kwart over elf. Voor nog 3 kwartier. We zullen ze wel opengooien. Suus staat lekker een beetje van het zonnetje te genieten. Het wordt vandaag 15 graden. Het zou 17 worden. 7 graden koeler. Maar het is nog steeds t-shirt en vest weer. Dus geen dikke jas. Maar animagiek. Art of Animation is dicht. Dat wordt ook verbouwd. Cars 4 Roues Rally is ook dicht. Wordt ook verbouwd. Maar voor mij is dat gewoon alleen maar onderhoud. En dan hier het Animagiek Theater. En dan mogen we zo... Hè? Wordt hij nou 16? Nou, het wordt alweer wat warm. Het wordt 16. Dus we gaan Animagiek Show doen. We zijn inmiddels binnen in het theater. Suus is goed in de spotlight. Zoals je ziet, is de beurs gaan zitten. Maar je mag hier officieel mag hier niet filmen. Ik vind het zelf ook irritant als mensen filmen. Dus ik ga deze ook voor de rest niet filmen. Maar dit is dus zeg maar hoe het theater eruit ziet. Het is langzaam al vollopen. Dus deze pakken we nog even mee voordat we zo naar Disneyland gaan. Ik ben benieuwd, er is een nieuwe scène toegevoegd, zeggen ze. En ja, vorige keer vonden we dit echt sowieso een superleuke show. Dus dat zou wat dat betreft een bedoeling moeten zijn. Dat is goed verlicht. Ja, dat was Mickey et le Musicien. Magician. Mickey the Magician. Lekker makkelijk, gewoon Engels. Ik kan ernaast zitten, maar volgens mij was alleen bij de Genie was dansstukje extra nieuw. Volgens mij die trap bij Bell & Beast ook. Ja, maar dat was gewoon een projectie. Was niet echt een nieuw iets. Dat was niet. Ja. Maar leuk als altijd. Blijft echt een aanrader. Een van de betere shows... van alle parken. Ik ga mijn zonnebril zo opzetten, jongen. Suus, heb hem al op. Haha. Maar wij gaan nu richting het Disneyland Park. Om daar wat te lunchen. Even wat shoppen. Vol de zon in mijn mik. Heerlijk, het is zo lekker. Het is wel, de temperatuur is echt super. Maar even wat shoppen, dan naar het andere park. Even wat eten weer. Nog. En dan zit de eerste dag... Zit er alweer op. Het is nu, hoe laat is het nu eigenlijk? 5:30. 5:30 pas. Dus de eerste dag zit er nog helemaal niet op. We hebben nog een halve dag te gaan. Maar we zien jullie zo in Disneyland. En ik geloof dat we precies op tijd zijn voor de... Paarse prinsessen of zo, denk ik. Ik hoor het niet. 2 liedjes door elkaar. Best herrie. Gewoon de parade. Ik ken heel dit liedje ook niet. Oh! Nou wordt het duidelijk. Alleen af Avalon. Die komt eraan. Die loopt hier ergens.
eerste. Die ander. Sophie de first. We beginnen bij Frontierland. Het is echt, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, super lekker weer gewoon. Kijk jij eens wat de wachttijden zijn. Valt op zich ook wel weer mee. Zo, het rijdt goed, zeg. Oh, moet je even kijken wat ze hier hebben? Kijk. Fish and chips. Spare ribs. Cheeseburger. Chicken burger. Nou, lunchen. Ja, dat zijn de fish and chips en sushi. En ik heb spare ribs. Ja, we gaan even de winkeltjes in. We gaan nu richting de... Nou, via de winkeltjes eigenlijk, richting Pirates of the Caribbean. Nou, suus de eer. Wat een leuke kamertje.